Al 126 jaar ligt er een spoorbrug over de rivier de IJssel bij Deventer. En die kent een heftige geschiedenis, want het exemplaar dat er nu ligt is al het derde. Met recht een brug die bleef. Om te weten hoe dat precies zit, gaan we terug naar het begin. Haasten? Laat ik me zo min als een Haarlemmer trekschuit zelf. Maar de stad hoopt nog op een andere spoorlijn. Oost-west met een brug over de IJssel. Als de voetbalwedstrijden waren en de mensen die wilden die betalen voor de wedstrijd, dan gingen ze op de spoorbrug staan. En dan kwam er dus een agent langs doorlopen, mensen, doorlopen. Generaal McMullen, hoofd van de afdeling transportwezen van het Engelse ministerie van Oorlog, opent de brug. Het denderende geluid en dan de treinen die daar zo mooi langzaam overheen gingen. In 1975 komt er eindelijk beweging. NS besluit het tot een nieuwe brug die er in 1982 moet liggen. In 2013 werd er weer aan de brug gewerkt. Dit keer aan de pijlers vanwege ruimte voor de rivier.